Welkom bij Smart. Waar je ook werkt, grote kans dat je de laatste tijd veel hebt gehoord van Agile en Scrum. Misschien al wat langer, maar de laatste tijd misschien ook wel wat meer. En in de aanloop naar dit gesprek ben ik zelfs de term Scrum seksueel tegengekomen. Wat denk ik de opwinding moet typeren die mensen voelen als ze mogen gaan scrummen met elkaar in een hok. Dus het lijkt zowaar wel een wondermiddel. En ik ga vragen of dat ook echt zo is. Dat doe ik aan Anton van Hoeken. Welkom. Specialist op het gebied van Agile en Scrum, mag ik denk ik wel zeggen. Is het inderdaad een wondermiddel, scrummen? Scrum heeft veel gebracht, maar het is niet de wonderoplossing voor alle projecten. We doen ook nog heel veel klassieke projecten daarnaast. Maar in complexe situaties, in complexe omgevingen, in onvoorspelbare omgevingen, kan Scrum heel veel brengen. Want het is de laatste tijd wel... Je leest er heel veel over, je hoort er heel veel over. Elke klant waar ik kom wordt wel gezegd, we gaan echt steeds meer scrummen. Dus het wordt wel gevoeld als een oplossing van iets waar tot voor kort nog niet echt een probleem voor was, lijkt het. Het leuke aan Scrum is dat het heel veel energie losmaakt in je team. Scrum gaat heel erg uit van motivatie van het team, van de gedrevenheid van het team. En Scrum probeert daad het beste aan te zwengelen en onwijs veel uit de motivatie van mensen te halen. En daardoor krijg je er heel veel energie van over het algemeen, waardoor het heel populair is. Ja, dat klinkt goed. Nou, misschien, ik heb kunnen over definitie praten, maar misschien is het leuker als jij een voorbeeld noemt waarbij jullie het zelf met fabriek hebben toegepast, waarvan je zegt, nou, dat typeert eigenlijk wel waar het echt goed zou kunnen werken. Dan kunnen we misschien van daar een beetje ontleden. Nou, we hebben bijvoorbeeld gescrumd voor de website van Wageningen UR. Wageningen is een hele grote universiteit, een researchcentrum. De complexiteit van die website is heel hoog, omdat er heel veel leerstoelgroepen, vakgebieden, researchcentra zijn. Dus niet de techniek is complex, maar de opdrachtgever. De opdrachtgever is heel complex. Mm-hmm. Ja, de omgeving is heel complex. Kijk, en de techniek is ook relatief complex, maar... uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een hele grote website. Mm-hmm. maar wat je erop zet, hoe je het erop zet en vooral hoe maak je dat vraaggestuurd? Hoe zorg je dat de klanten en de bezoekers van Wageningen eruit komen in dat enorme aanbod? Dat is een enorme uitdaging. Ja, maar dat moest een paar jaar geleden ook al, toch? Moesten we ook van buiten naar binnen leren denken en zo. Dus ja, precies. Waar wordt het anders dan een traditionele manier misschien van vragen aan de klant wat hij wil en dan een oplossing komen? Je bent veel flexibeler, dus je kan veel beter bij de kern beginnen en vanaf daar alles opbouwen. In plaats van vroeger dat je alles van tevoren helemaal uit moest specificeren. Zonder dat je eigenlijk heel goed wist hoe die eindgebruiker daar tegenaan keek. En nu kan je gewoon halverwege en zelfs al aan 10% van je project toetsen of je uitgangspunten goed waren en bijsturen. En zo echt een beter verhaal vertellen online. Oké, dus dat is een van de kenmerken. Ik probeer het ook voor mezelf verscherpt te krijgen. Je hebt dus nog niet helemaal het eindbeeld, het eindproduct in kaart gebracht. Maar je maakt een eerste stap en daar ga je ook echt al aanbouwen. Terwijl je dus nog niet precies weet waar je misschien gaat uitkomen. Ja, dat is precies het idee van Scrum. Zodat je in een vroeg stadium al je aannames kan toetsen en heel veel input kan vergaren uit een brede organisatie. Zoals bijvoorbeeld Wageningen. Daar werken 6000 mensen. En eigenwijze mensen wat dat betreft. Mm-hmm. Dus het is wel een ideale manier om die goed te betrekken in het project. Maar dan ga je dus ook met een nog lang niet af product ga je de organisatie in om dus weer vanuit de opdrachtgever, vanuit de business bevestiging te krijgen van we zijn op de goede weg. Ja, niet alleen bevestiging, maar ook werkelijk input waar je iets mee doet, waar je het eindproduct beter mee maakt. En dat leidt dan weer tot de volgende stap. En zo kom je steeds dichter bij het doel. Ja, precies. Maar dan moet die klant dus ook het aankunnen om iets te zien wat nog lang niet door de huisstijlpolitie is bekeken, bijvoorbeeld, om even flauw te zeggen. Want dat is toch wel vaak ook een van de spannende dingen. Nee, dat valt wel mee. Ja? Want de huisstijlbewakers die zijn gewoon mee aan boord in het project. Dus alles wat je maakt voldoet al aan die randvoorwaarden. Dat is geen enkel probleem. En het is juist het idee van Scrum is dat je direct werkende dingen maakt die ook nog eens heel goed te beoordelen zijn door leken, zeg maar.
omdat het werkt, omdat het volledig is, omdat er geen lorem ipsum meer in staat. Nee, oké. Dus elk stapje, elke tussenstap die je maakt en waar je weer over in discussie gaat, is een werkend iets. Ja. Je zou bij wijze van spreken daar ook kunnen stoppen. Het is al iets wat, ja, wat iets is. Ja, ja. Maar dan kan het kan ook een gebed zonder eind worden dan, want je kan ook blijven doorgaan en blijven aanpassen. Ja, dat kan met ieder project natuurlijk. Je kan alles altijd mooier maken. Oké, nou goed, ik test je er maar op. Jij weet ze nog te pareren. Ik weet misschien ook nog wel een andere, want als ik het zo begrijp, dan vraag je ook meer van de opdrachtgever. Want die moet voortdurend ergens op reageren en bijsturen en zeggen wat hij wel niet goed vindt. Terwijl vroeger kon hij zeggen, nou, als jullie dit voor mij gaan maken, ben ik tevreden. Ik zie jullie over 3 maanden wel. Ja, precies. En dat is een van de dingen die Scrum echt wezenlijk anders maakt dan een watervalproject. De opdrachtgever, die moet veel meer aanwezig zijn. Nou, daar vraag je veel meer tijd en inspanning van. En zo'n opdrachtgever moet dat ook willen. Als je als opdrachtgever niet die investering wil doen en veel liever een team, zeg maar, 3 maanden weg wil sturen om iets moois te maken, dan krijg je een heel ander project waar je van tevoren veel meer moet afspreken, maar waar je dus ook veel minder flexibel bent. Dus hij moet het willen, hij moet het ook kunnen, want het is ook een rol. Ik bedoel, moet hij ervoor op cursus? Het liefst wel. Kijk, we hebben natuurlijk genoeg ervaring met Scrum, dus we kunnen heel veel opdrachtgevers coachen daarin, in die rol. Maar je ziet dat zeker in complexe organisaties, die rol van de opdrachtgever, in Scrum noemen we dat de product owner, dat het een hele ingewikkelde rol is. Je moet de bewaker van het eindproduct. De bewaker van het eindproduct en ook van het budget. Het is een heel ingewikkelde rol met heel veel verantwoordelijkheid. En dus zo'n cursus die helpt altijd enorm om je van tevoren te realiseren wat voor taak dat is. Maar goed, als het lukt, als we die persoon vinden die rol kan nemen, dan levert dat onwijs veel op in het project. Want je moet je voorstellen, in projecten is vaak de... Waar het meeste tijd in gaat zitten, is het nemen van beslissingen. Er gaat veel meer tijd in zitten dan in dingen maken of dingen tekenen. Ja. En als je dus zo iemand bij hebt die continu snel beslissingen kan nemen, dan versnelt dat zo'n project gigantisch. Ja, dus dat is het ideale scenario. Heb je iemand die dat doet? Ja. En zit er nooit iemand te wachten. Hè? Dat is ook een van de kenmerken. Iedereen kan voortdurend door. Maar in de praktijk zegt die product owner misschien wel, ja, dat moet ik even met mijn baas of met mijn team overleggen. En dan valt het stil. Of... Ja, dat kan. En dat is ook goed. Want zo'n product owner moet wel voeling houden met zijn achterban. Dus op sommige punten zal hij inderdaad of zij dingen moeten afstemmen. En ik denk dat dat een belangrijke component is ook van de rol. Want een product owner heeft heel veel mandaat van de organisatie om beslissingen te nemen in zo'n project. Maar zo'n mandaat moet je natuurlijk ook verdienen en blijven verdienen. En af en toe afstemmen hoort daarbij. Is het nou zo dat er komt een klant die nodigt jullie uit en we hebben een nieuwe website nodig? Blijf even bij dat voorbeeld. Dan zeggen jullie waarschijnlijk, we hebben een voorkeur om het op deze manier te gaan doen. Namelijk te gaan scrummen. En we hebben een scrum master en wij hebben het allemaal. Hebben jullie een product owner? Hebben jullie iemand die dat kan? Ik bedoel, je moet dit dus wel goed van tevoren, neem ik aan, verifiëren. Van kunnen wij inderdaad zo met deze klant gaan werken? Ja, precies. Dus dat is voor mij misschien wel de belangrijkste randvoorwaarde om te gaan scrummen. Kunnen we een product owner vinden, opleiden, installeren die verantwoordelijkheid kan dragen? Want zo'n product owner beslist over hoe het budget geïnvesteerd wordt in het project. En dat moet dus iemand zijn van klantzijde, vind ik, die verantwoordelijkheid kan dragen en die de business genoeg kent om die beslissingen snel te nemen. Ja, en dan heb je dus in ieder geval minimaal 1, maar eigenlijk meer mensen bij de klant nodig die op dezelfde manier samenwerken. Want ik ben even op zoek, hoe zou dat nou gaan als je dit als bureau of misschien als IT-afdeling binnen een grote corporate? En die zegt, nou, wij zijn al op training en wij werken zo. Mm-hmm. Maar project management office, die over de documenten gaan bijvoorbeeld, werkt niet zo. Kan je nog een projectplan inleveren als je eigenlijk gaat scrummen en dus eigenlijk over 10 maanden pas je eindresultaat wil hebben? Hoe gaat dat? Herken je dat als een probleem? Op zich is Scrum goed te combineren met klassieke projecten aanpakken als Prince 2. Als je onderdelen daarvan zou je prima kunnen scrummen. Mm-hmm. Maar waar het altijd om gaat, is dat je een inhoudelijk verantwoordelijke hebt, een product owner, iemand die het product
owned, die ervoor gaat, zeg maar, een beetje de Steve Jobs van dat product. Die er een visie op heeft en plannen mee heeft en de mogelijkheid om erin te investeren. Zo'n persoon moet je vinden binnen de organisatie. Ja. En dan kan je dat prima in een groter projectplan inpassen. Maar die ontbreekt natuurlijk nog wel eens. Dus ja. Tot hetzelfde heb je ook niet dat het management zegt, weet je, het klinkt allemaal heel hip wat ik allemaal hoor. Ja. Maar ik wil gewoon zien wat het gaat worden. Ja, nou, je kan in bepaalde mate van tevoren zien wat het gaat worden. Je kan conceptueel uitleggen wat het wordt. Je kan een metafoor gebruiken. Je kan een paar schetsontwerpen gebruiken. Mm-hmm. Ik denk, weet je, bij Scrum is het belangrijk dat je uitgaat van doelstellingen, van toegevoegde waarden. Dus het is veel belangrijker om van tevoren het gesprek te hebben over toegevoegde waarden. Wat gaat dit project opleveren? Mm-hmm. Welke doelen willen we bereiken? Dan wordt het blauw of wordt het rood? En ja. Hoe groot worden de lettertjes? Nou, dat is interessant dat je dat zegt, want eigenlijk op managementniveau zou het inderdaad daarover gaan. Ja. Ik lees nu af en toe ook over agile management. Ik bedoel, het kan ook de andere kant op gaan, dat de managers denken van, nou, als dat zo goed werkt in softwareontwikkeling, zouden wij misschien ook iets meer agile moeten gaan managen. Bestaat dat agile management of wordt het dan een soort hype-taal? Ik heb er zelf nog nooit van gehoord, maar ik kan me zo voorstellen dat agile management betekent dat je veel meer vanuit doelen gaat managen, vanuit wat je wil bereiken. In plaats van micromanagement. In plaats van micromanagement. Heerlijk. Het zou dus het volledig omgekeerde van micromanagement moeten zijn. Ja. Ja, dus eigenlijk dat is weer de basis en niet wezenlijk anders als het goed is, toch? Ben je als manager toch met de doelen van de organisatie bezig en niet met hoe je er komt? Ja, maar dat is niet vanzelfsprekend. Niet iedere manager natuurlijk gegeven om een inspirerend leider te zijn en zijn team te inspireren om die te halen en leiderschap te ontwikkelen in zijn team. Dat moet je ook leren als manager. Dus dat is even. Bij de ene klant is het makkelijker om het op deze manier te doen. Ja. En wat je net al zei, en als die voorwaarden niet zijn, dan maar weer gewoon prins 2 uit de kast en dan doen we het wel zo. Ja, weet je, dat werkt al jaren. Het is in hele complexe situaties gaat het fout. Ja, om daarop in te haken, je zegt het werkt al jaren, maar in complexe situaties niet altijd. Er zijn natuurlijk ook andere projecten dan softwareprojecten die technisch complex zijn. Ik noem even de Noord-Zuidlijn hier dichtbij. Mm-hmm. Nou, daar gaat van alles mee mis. Hè. We horen eigenlijk, als je het niet op de voet volgt, lees je eigenlijk alleen maar als er iets misgegaan is, of iets uitgelopen is, of iets duurder is geworden. Ja. Zou daar dit soort manier van projectmanagement niet ook kunnen werken dan? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het heel goed kan werken. Wat het ingewikkeld maakt om het toe te passen bij zo'n project als Noord-Zuidlijn is de wettelijke regelgeving. Want de regels rondom aanbesteden en projectplannen maken Scrum heel moeilijk, omdat je volgens de regels precies moet beschrijven wat je wil. En zo'n aannemer schrijft daarop in, bestek en alles. Mm-hmm. En dat is heel erg niet agile. Daar noem je nu net een ingewikkelde. Maar goed, Scrum kan heel goed toegepast worden in educatie bijvoorbeeld, of in marketingplannen. Hoe zou het in educatie werken dan? Wat bedoel je? Je kan lesgeven en je kan een lesprogramma rammelen, als het ware. Maar je kan ook weer vanuit doelen denken en leerdoelen denken en veel creatiever en flexibeler omgaan met manieren om die doelen te bereiken. En je kan je studenten zien als je team en je wil met je team iets leren. Dus dan ga je die studenten ook op een heel andere manier inzetten dan alleen maar hoofdjes waar je kennis in giet. Zie je dit ook al gebeuren? Dat klinkt heel mooi, maar dat vergt ook opnieuw weer iets van de docent. Om op misschien ook een beetje data gedreven. Je gaat reageren op wat er wel niet werkt en je gaat je methode misschien wel op aanpassen. Gebeurt dat? Ja, zeker. Google maar EduScrum en je vindt EduScrum. EduScrum in het onderwijs. Ja, ja. En kunnen we nog andere sectoren bedenken waar dit ook voet aan de grond zou moeten krijgen? Of al krijgt? Ik denk eigenlijk elke sector waar een teaminspanning nodig hebt, is. Dus Scrum is echt een teamsport. Dus gemaakt om met een team van 3 tot 8 mensen, experts op hun vakgebied, hele mooie, ambitieuze doelen te halen. En daar hebben jullie misschien ook wel ervaring mee. Hoe gaat het nou als de ene organisatie het wel doet en een partner waar je mee samenwerkt, dat kan een ander bureau zijn of wat dan ook, niet zo werkt? Zijn er oplossingen om dat te doen? Want ik zou me
kunnen voorstellen dat die ander dan toch denkt, ja, wij voelen ons niet gerustgesteld bij hoe energiek het ook overkomt, dat het toe gaat leiden wat we voor ogen hebben. Ja, een van de ideeën van Scrum is dat je afhankelijkheden gaat ontkoppelen. Dus dan zoek je naar manieren om de deadlines van die partners los te koppelen van de sprints en de demo's van je Scrum, zodat je niet zit te wachten op elkaar. Want wachten is natuurlijk een vorm van verspilling en die wil je niet in je project hebben. Dus je probeert dat vooraf af te stemmen, maar het liefst neem je mensen natuurlijk mee in zo'n Scrum. En vaak is het makkelijker dan je denkt, want het is gewoon superleuk om heel dicht bij het vuur te zitten in een Scrum en de expertise van je partners ten volle te benutten. Mm-hmm. En daar is dit toch vaak wel de beste manier voor. Ja. Maar je hebt, ik zag dat je zelf ook wel eens op hebt geschreven in welke situaties je het niet zou moeten doen. Daar hebben we het ook wel een beetje over gehad. Die klantkant die moet het ook snappen. En dat we ook niet moeten denken dat het sowieso efficiënter wordt. Want je zegt als we iedereen maximaal benutten, dat is eigenlijk wat je wil. Ja. Maar het is geen wondermiddel, hè? Dat zei je natuurlijk ook. Dus ja. wat zijn dan toch, ook een beetje als take-out, je dit hoort, denk je, nou, we krijgen energie en mensen zijn enthousiast en bijna iedereen zou het kunnen doen. Maar dat klinkt dan misschien toch weer bijna te mooi om waar te zijn. Kijk, Scrum is niet efficiënter, maar vooral wendbaarder en je kan beter omgaan met complexiteit. En hoe dat geregeld wordt in Scrum is door veel meer te communiceren met elkaar, veel meer visueel te maken. En, maar wel door fysiek bij elkaar te komen. Door fysiek bij elkaar te zitten. Communicatie klinkt ook weer als exception reports. Nee. Gewoon echt. In Scrum is het heel belangrijk dat je menselijke interactie hebt. En dat is een van de agile, of een van de elementen van het Scrum manifesto. Of agile manifesto, weet je. Dat interactie tussen mensen veel belangrijker is dan processen. Dus dat ga je ook al inderdaad ook opzoeken door bij elkaar te zitten in een Scrum Room, door dagelijks bij elkaar te staan, door demo's te geven met het hele team erbij. En dat maakt het niet efficiënt, maar wel heel effectief, want iedereen is continu op de hoogte en iedereen kan altijd waarde bijdragen vanuit haar expertise. Kijk, en als een project heel overzichtelijk is en je weet precies van tevoren wat je gaat doen, je hebt het al 100 keer gedaan, dan wordt al die communicatie een soort overheid. En dan zou je het ook kunnen aanpakken. Ja, dus als het gewoon overzichtelijk, lineair project is wat we al vaak hebben gedaan, dan hoef je ook niet met z'n allen heel veel te gaan communiceren. En dan komt het op een andere manier ook wel goed. Nee. Jullie doen het met Fabriek. Ik denk dat alle webbureaus het wel doen. Ik bedoel, heb je ook het idee dat het nog een soort een soort geloof is wat zich aan het verspreiden is? Of zitten we op een maximum? Of zeg je, nou, bij Noord-Zuidlijn gaan ze vast op een gegeven moment ook nog scrummen. Waar staan we in de ontwikkeling? Of is het? Nou, ik denk dat het zich nog veel verder gaat verspreiden. Uh-huh. En ik denk dat we moeten oppassen dat het niet een soort hype wordt en een beetje overroepen. Want het is een methode en die kent haar grenzen. En als je er een wondermiddel van maakt en het zomaar op alles toe gaat passen en denkt dat met alleen de vormelementen van Scrum dat je een beter project gaat draaien, dan kan het rampzalig aflopen. Ik heb net zo goed hele grote miljoenen ICT-projecten volledig zien crashen. Zelfs al werden die gescrumd, maar dan werden die alleen in vorm gescrumd en niet, weet je, in de geest, volgens de uitgangspunten van Scrum. Want dat durf je dus wel te zeggen, als het een rampzalig fout loopt, dan ligt het niet aan de methode, maar dan is die niet goed toegepast. Ja. Oké. Maar dan heb je toch best kans dat als iemand dit straks terugziet, dat hij toch misschien tegen zijn baas of wat dan ook zegt, nou, ik heb er nog eens een keer wat over gehoord, 20 minuutjes, we moeten dit echt gaan doen. Ja. Op zich prima, denk ik. Maar het moet geen hype worden. Zou je nog heel kort kunnen zeggen van, nou, in die gevallen zeker doen, maar in die gevallen niet mee gaan doen met wat misschien een hype is, want je hebt er niks aan. Ja, nee, dus vooral doen als je in een complexe situatie zit, in een onvoorspelbare situatie, als je een team hebt van experts, we noemen ze graag T-shaped experts, met een diepe eigen expertise en een breed overzicht over de vakgebieden van anderen. Maar vooral niet doen als je die niet kan vinden. Dus als je geen
product owner hebt die het een visie heeft op het product en die het budget, die echt die verantwoordelijkheid kan dragen die bij dat budget hoort. Vooral niet doen als je bijvoorbeeld met een team van onwijze junioren zit. Mm-hmm, okay. Dus dat je niet genoeg experts hebt om die junioren mee te trekken. Ja, belangrijk. Dat is belangrijk. Wanneer het ook niet werkt is als je een hele hiërarchische organisatie hebt, mm-hmm, waar nog heel veel micromanagement is, waar dat mandaat van die product owner heel slecht te regelen is. Ja, om die reden dus. Want eigenlijk zou het beter zijn als het wel meer post zou vatten. Maar... Ja. Maar goed, desalniettemin heb ik hele leuke scrums gedraaid bij overheden, waar het relatief hiërarchisch is. En is het bij sommige commerciële organisaties juist heel erg fout gegaan. Dus ja. De soort organisatie, of het vak, de branche zegt niet zoveel wat dat betreft. Nee. En stap 1 is een keer op een training? Dat helpt, ja. Ja. Okay. Dan krijg je gouden smaak te pakken. Dan doen we een paar praktische oefeningen met Scrum. En dan krijg je heel snel het gevoel. Want het is echt iets anders. En ik kan er heel veel over vertellen en je kan er heel veel over lezen. Maar het is echt iets wat je een keer moet meegemaakt hebben. Het is echt een experience. Nou, dat klinkt spannend. Ja, ja, nou, ja. Laten we hopen dat we mensen in ieder geval hebben getriggerd om die experience een keer te gaan ervaren. Dus hartstikke bedankt voor je uitleg. Graag gedaan. En bedankt voor het kijken. Dit was Smart. Meer afleveringen op 7 Digits TV. Tot de volgende keer.